Elkeen van ons het prentjies van God. Hoe ons aan God denk en hoe ons teenoor hom in een verhouding staan. Nou, een van die bekendste prentjies is sekerlik Jesus op die kruis. In Oktober biedt Willem Nickel een retreat aan bij Origins, waarin ons gaan stilstaan bij die prentjies van God waarmee ons leef en die invloed daarvan op ons leven. Ik wil je graag nooi om hierdie naweek met ons mee te maken. Een tijd van eenkant kom, van stilte en van gebed. Waar die stilte om ons, ons kan helpen om ook innerlijk stil te raak en in contact te komen met ons prentjies van God. Hier bij Mosaïek moet ons dieper, nader en verder met die lewe gaan. Lang terug was daar een man wat verdwaal het in die woud. En hy kon nie sy pad vind nie en hy het baie benauwd geraak. En toe loop hy om vast tegen iemand anders en hy was so blij en hy het vir die persoon gesê, jy sal nie glo wonderlik is om jou te sien nie, ek het verdwaal en help my asseblief. Die persoon het na hom toe gedraai en gesê, ek is so jammer, ek het ook verdwaal en ek was ook so blij om jou te sien. Hy was toe baie teleurgesteld, maar die ander persoon het vir hom gesê, weet jy wat, het is dan baie beter dat ons saam kan soek en hierdie pad kan verken, want ek was op baie plekke gewees wat ek jou kan vertel, wat jy nie weer nou hoef toe te gaan nie, en jy weet wat ek nie weet nie, en saam is het net soveel beter om hierdie pad te stap. Dit is een prentjie van nader beweeg mekaar. Ons kan op ons eie, maar is soveel beter saam met mekaar.
ons het gawes, ons het geskenke, ons het ervaring, ons het soveel om vir mekaar te gee. Dit is waaroor die nieuwe lidmaat gesprek gaan. Om hierdie nieuwe lewe wat ons samen met mekaar kan voer, te verken, achter te komen waar het behels, hoe ons mekaar kan bijstaan en hoe ons verder kan gaan met ons levens.